Een dode man bij een flat in Arnhem. De politie gaat uit van een misdrijf. Ongemak en plezier. De vorst houdt aan en de ijslaag groeit. Inwoners van Babberich maken zich na 20 brandjes zorgen. Is er een pyromaan actief? Ik denk dat heel veel mensen zijn die slecht slapen, veel wakker zijn. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is het nieuws van woensdag 1 februari. De man die gisteravond dood is gevonden bij een flat in Arnhem-Zuid is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Dat zegt de politie. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar mogelijk is er een verband met een andere zaak. Hier, bij deze flat aan de Willem-Dreesingel in Arnhem, werd de man gisteravond rond 10 uur gevonden. Het slachtoffer woonde op de tweede verdieping van deze flat. Aan de bloedsporen is te zien dat hij in paniek vanuit zijn woning op de vlucht is geslagen. Uiteindelijk is hij van het balkon op de vierde verdieping gevallen. Het is nog onduidelijk of de man is gesprongen of geduwd. Het bloedspoor in de flat wijst erop dat hij mogelijk is achtervolgd. De politie tast nog in het duister over het motief. Wel is er vermoedelijk een verband met een gewonde vrouw die eerder op de avond in de Arnhemse Klaproosstraat is gevonden. Ja, aan de telefoon hebben we nu Paul Koetsier van de politie. Meneer Koetsier, wat is de laatste stand van zaken? De laatste stand van zaken is dat er inmiddels weliswaar iemand is aangehouden als verdachte in een van de zaken. Maar welke rol hij daarin precies gespeeld heeft en in welke relatie hij staat tot de betrokkenen is vooralsnog onduidelijk en wordt nog nader onderzocht. Ja, en kunt u wel aangeven of er inderdaad een verband is tussen de dode man en de gewonde vrouw die eerder op de avond ook in Arnhem werd aangetroffen? Dat kunnen we nog zeker niet zeggen. We zijn wat dat betreft nog volop in onderzoek. En een van de scenario's die we daarbij onderzoeken is inderdaad of er mogelijk een verband zou kunnen zijn tussen beide zaken. Ja, nou is er vorige week in het huis waar de gewonde vrouw is gevonden een inval geweest. Dat zou gaan om drugshandel. Heeft dat iets met de beide zaken van gisteravond te maken? Over dat incident, over die inval, dat heeft te maken met een onderzoek. Overigens had dat niets te maken met drugs, maar met wapens. En voor zover we nu weten, is er geen enkele relevantie met betrekking tot deze incidenten van gisteravond. Goed, meneer Koetsier, dank u wel voor de toelichting. Tot uw dienst. Met een gevoelstemperatuur van min 15 is de vrieskou het gesprek van de dag. Auto's die niet willen starten, gladde wegen en nog veel meer ongemakken. Allemaal door de kou. Op veel bouwterreinen in de provincie bleef het vandaag rustig. Veel bouwvakkers hebben vorst verlet. De mannen die wel aan het werk zijn, doen dat binnen of met speciale kleding aan. En warme kleding, dat is met deze temperatuur erg belangrijk. Naar school fietsen in een rokje lijkt nu dan ook niet aan te raden, tenzij je er rekening mee houdt. Je dikke legging eronder en dan gaat het eigenlijk wel. Gewoon een rok aan blijven doen, ik heb er geen last van. Deze honden hebben geen last van de kou. Hun vacht beschermt hen al genoeg. Sterker nog, voor deze huskies kan het niet koud genoeg zijn. Maar dat geldt niet voor alle honden. Ja, de meeste kleine hondjes met echt hele korte vacht, zoals buldogjes of ieder of andere type honden die dus met heel korte vacht, die krijgen een jasje aan. Want nu met de mingraden wordt het toch wel erg koud voor ze. Maar er zijn meer ongemakken. De slagbomen bij de brug op de Weelse Dijk bij Laag Keppel sloegen op tilt. Ze gingen door de kou vanzelf omhoog en weer naar beneden. Inmiddels zijn de problemen opgelost. Het blijft de komende dagen nog flink kleumen. En daarom heeft de KNVB alle amateurvoetbalwedstrijden afgelast. Ja, waar de een dus last heeft van de kou, kan het voor de ander niet hard genoeg vriezen. Er wordt nog volop gewaarschuwd, maar vanochtend vroeg begaven de eerste waaghalzen zich al op natuurijs. Mark Wolvenne is als amateurweerman goed op de hoogte van de vorst- en ijsomstandigheden. Ieder jaar staat hij bij zijn huis in Terwolde als één van de eerste op natuurreis. Het liefst voor dag en dauw. Het is waarschijnlijk gewoon de kick die je hebt, het schaatsen. Het natuurreis is ook ander ijs dan kunstijs. Het hobbelt wat. Ik weet niet wat het is, maar het is gewoon veel mooier ijs. Bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, de KNSB, zijn ze nog niet zo enthousiast over het schaatsen op open water. We raden het ten zeerste af. En zeker op groot water en op openbaar water is het gewoon zeer onveilig. Het is één nacht ijs en we hebben een heel mooi spreekwoord in Nederland. Je moet niet over één nacht ijs gaan, dus dat moeten we vooral niet gaan doen. En dat blijkt in de uiterwaarden van Zutphen. Het ligt er prachtig bij, maar buurtbewoners kunnen het ijs nog niet op. Nou nee, dat valt een beetje tegen. Het ziet er mooi uit, maar... Maar een echte schaatsliefhebber laat zich niet afschrikken. En dus wordt er toch nog een geschikt stuk gevonden. En hoe voelt dat? Fantastisch. Echt natuurijs. Ging het goed? Ging prima.
En het is ook betrouwbaar ijs? Ja, nou, het kraakt nog wel onder die schaatsen. En dan komt ook het water nog uit zak, maar het is te doen, het kan net. De KNSB raadt iedereen aan de adviezen op schaatsen.nl te volgen of bij een schaatsclub te informeren waar het veilig is. En vanavond in ons achtergrondprogramma In Gelderland uitgebreid aandacht voor Mark Wolvenne, die ze dus vanochtend als vroeg als een van de eerste begaf op het natuurijs in Terwolde. Het is hoogst onzeker of de Holland Ladies Tour dit jaar doorgaat. De organisatie van de wielerronde voor vrouwen heeft alle activiteiten voorlopig opgeschort, omdat er te weinig geld is. De Holland Ladies Tour zou net als vorig jaar in Neerijnen beginnen. De vierde etappe heeft Zaltbommel als start- en finishplaats. De gemeente gaat morgen met de organisatie om tafel. De Holland Ladies Tour wordt sinds 1998 verreden. En de afgelopen drie edities werden gewonnen door Marianne Vos. Enkele honderden inwoners van Babberich zijn gisteravond afgekomen op een informatieavond over een reeks branden in het dorp. De inwoners zijn bang dat er een pyromaan actief is. De politie en de gemeente gaven tekst en uitleg over de stand van het onderzoek. De onrust bij de inwoners van Babberich is groot. Zeker nadat ruim een week geleden ook de schuur van een paardenhouderij uitbrandde. 15 paarden kwamen om in de vlammen. In het dorp heerst dus inderdaad veel onrust. Ik denk dat heel veel mensen zijn die slecht slapen, veel wakker zijn. En ja, misschien is dat ook wel goed. Misschien is dat ook wel het issue dat je hem een keertje pakt. Maar voor de rest, nee. Ja, het is tasten in het duister. De politie heeft 5 rechercheurs ingezet om de branden te onderzoeken. Maar dat neemt de onrust bij de inwoners nog niet weg. Ja, het lastige is natuurlijk dat we van de politie niet erg mededeelzaam kunnen zijn over onze tactiek. Dat is natuurlijk nooit handig, want op het moment dat je vertelt wat je allemaal in huis hebt en wat je allemaal kan doen, dan informeer je ook meteen de dader. Zelfs over het ophangen van camera's om de dader te kunnen pakken, werden gisteren geen mededelingen gedaan. Nee, daarvan heb ik aangegeven van als we het doen, dan gaan we het niet zeggen en ook zeker niet waar en wanneer. Dus, en daar hebben de mensen begrip voor. Maar ze willen wel natuurlijk dat er actie is, dat snap ik heel goed. Te koop, een koelhuis uit 1920 in Zutphen. Straks meer. De gemeente Arnhem en de plaatselijke kinderopvanginstelling hebben een verklaring getekend om grensoverschrijdend gedrag in de kinderopvang te voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld om seksueel misbruik, pesten en verwaarlozing. Een van de maatregelen is de aanstelling van een vertrouwenspersoon. Voetbalclub Vitesse is uitgeschakeld in de kwartfinales van de KNVB-beker. De Arnhemmers verloren gisteravond met 2-1 van Heerenveen. NEC is nu nog de enige overgebleven Gelderse club in het bekertoernooi. Morgen nemen de Nijmegenaren het op tegen PSV. Banketbakkerij Horizon in Velp heeft vandaag geprobeerd de grootste appeltaart ter wereld te bakken. Hoe groot de taart wordt, dat wil de bakkerij nog even geheim houden. Bij de onthulling van de appeltaart morgen moet duidelijk zijn of de wereldrecordpoging geslaagd is. 18 maanden cel en terugbetaling van 800.000 euro aan zijn voormalige werkgever, de woningstichting Dinxperlo. Dat is in hoger beroep geëist tegen een man uit Lichtenvoorde. Hij zou grote sommen geld van de woningstichting hebben weggesluist naar zijn eigen rekening. De eis is gelijk aan de straf die de man eerder al door de rechtbank kreeg opgelegd. De politie gaat extra surveilleren in Zevenaar. Sinds begin december zijn daar meer dan 50 auto's vernield. In veel gevallen waren de banden lek gestoken. De voetbalwedstrijd AGOVV Apeldoorn tegen FC Volendam wordt maandag 13 februari uitgespeeld. Het duel werd afgelopen vrijdag na een half uur gestaakt nadat in het Apeldoornse stadion enkele lichtmasten uitvielen. De wedstrijd wordt hervat bij een stand van 2-0 voor Volendam. Een 27-jarige Apeldoorner is aangehouden voor 3 kluiskraken in zijn woonplaats. De politie kwam hem op het spoor na een DNA-match. De Apeldoorner zou vorig jaar bij 3 bedrijven de kluis hebben leeggeroofd. De auto die is gestolen bij een overval op een woning in Waddenooyen is vanochtend teruggevonden in Geldermalsen. Een 65-jarige man werd gisteravond overvallen in zijn huis aan de Lingendijk. Hij werd geschopt en geslagen door de 2 daders. De overvallers gingen er met de auto van het slachtoffer vandoor. Actueel nieuws, weer en sport uit Gelderland. U ziet het allemaal nog sneller op uw iPhone of Android-telefoon als u vandaag nog de applicatie hiervoor downloadt. Het voormalig koelhuis De Landbouw van handelsonderneming Racing in Zutphen staat te koop.
pand uit 1920 staat al jaren leeg en is eigendom van de gemeente Zutphen. De gemeente zoekt naar een koper die het bedrijf wil renoveren en herontwikkelen. En vandaag konden potentiële kopers het pand bekijken. Duizenden pakjes boter lagen er vroeger opgeslagen in het pakhuis. En niet alleen boter, maar ook eieren. Koeien die geslacht moesten worden en varkensbuiken. Het pand van handelsonderneming Racing is een begrip in de regio. Maar het begint te vervallen en daarom moet er snel iets gebeuren. Zo'n 20 projectontwikkelaars, bouwbedrijven en bureaus hebben de afgelopen maanden belangstelling getoond. En vandaag is de eerste dag dat ze ook echt binnen kunnen kijken. Ja, ik loop al jaren eigenlijk met de droom om ooit een traditioneel badhuis, hammam, te starten. En ja, wat is Zutphen is de ideale plek ervoor. En zeker nu dit project voorbij komt, zullen we maar zeggen, het koelhuis. Er komen vandaag in totaal zo'n 6 potentiële kopers kijken. Ze willen hun plannen bijna allemaal angstvallig stilhouden. Maar naast potentiële kopers is er ook nog een ex-werknemer die zijn kans grijpt om nog 1 keer binnen te kijken. Iemand met een uitdaging ziet hier geweldige leuke dingen in. Het is heel kleurrijk en het heeft een mooie historie. Niet elk plan is geschikt voor het koelhuis. Zo wil de gemeente Zutphen dat het pand een openbare bestemming houdt. Zoals bijvoorbeeld horeca, cultuur, kantoren of bedrijfsvestiging. Mogelijkheden genoeg dus. De koper moet het pand alleen wel zelf renoveren en dat is een behoorlijke investering. Maar met een goed plan kan de koper al heel ver komen. Het gaat ook met name om wat voor functie krijgt het. Hoe knapt iemand het pand op? Dus het is meer dan alleen prijs wat voor ons van belang is. Eind maart stopt de inschrijving. Daarna gaat de gemeente Zutphen de ideeën bekijken en een definitief besluit nemen. En dan gaan we naar Wageningen, naar Amara Onwuka, om te horen hoe het verder gaat met het koude weer. Deze parasol hier achter me, die verraadt het eigenlijk al, hè? Er stond een vies windje vandaag. Een windje die het ijzig koud liet aanvoelen. De gevoelstemperatuur was dan ook een stuk lager dan de temperatuur op de thermometer. Zo'n min 10 graden tegenover zo'n min 3 aan min 4 graden dus op de thermometer. Nou, die wind die gaat er de komende dagen uit, maar het blijft ijzig koud, Siberisch koud. En dat alles onder invloed van een Siberië hoge drukgebied. Ligt net ten oosten van Finland met zijn kern, maar is zeer krachtig en blaast met een oostenwind koude lucht onze kant op. IJskoude lucht. Maar ook droge lucht in eerste instantie hoor. Want uiteindelijk op vrijdag, als die stroming wat weer noordelijk wordt, dan komt dat ijskoude lucht, die ijskoude lucht die komt over het warme zeewater en dan krijgen we te maken met een aantal sneeuwbuitjes. Sneeuwbuitjes die de eerstkomende dagen in eerste instantie alleen nog de Wadden aandoen. Tot die tijd is het droog bij ons, net zoals vandaag. Heldere condities vanavond en vannacht is dat ook het geval. Met strenge vorst op veel plekken, maar dus niet al te veel wind meer. En morgen overdag is het zon van 's ochtends tot 's avonds. Strak blauwe lucht. En ondanks het feit dat de temperatuur op de thermometer wat lager aanwijst dan vandaag, denk ik dat het allemaal wat minder koud aanvoelt. Maar evengoed, nog steeds ijzig hoor. Temperaturen van min 5 graden over het algemeen. Zwakke tot matige noordoostenwind. Het blijft koud, het blijft zonnig en overwegend droog die ene vrijdag. Dan gaan er een aantal sneeuwbuitjes vallen. En dit was het nieuws van woensdag 1 februari. Waarin u onder meer zag dat een inwoner van Arnhem om het leven is gekomen nadat hij van de vierde verdieping van een flat is gevallen of misschien wel geduwd. De politie gaat uit van een misdrijf. En de vorst zorgt voor overlast, zoals in de bouw, maar er worden ook mensen blij van. Voor schaatsers kan het niet hard genoeg vriezen. Ik wens u nog een fijne avond.